Hoi allemaal, welkom op dit nieuwe YouTube video. Doe er even, maar dan heb je wel iets leuks. Ik heb iets heel leuks bedacht, namelijk tips om, ja, een beetje tips om toch nog leuke dingen te doen. Als je bijvoorbeeld een bar hebt of andere apparaatjes hier of hè. Bijvoorbeeld om te gaan zwemmen, nou, dat kan ik niet. Dat weet ik niet, maar wel iets met paardrijden of skiën. Of, want blijkbaar gaan mensen heel veel skiën. Maar als ze iets hebben of zo, baar of zo, dan is het best moeilijk om te luisteren. Want ja, dan moet je die oortjes uitdoen, de wagen. Dus ja, let's go. Nou, ik heb een helm. Ik heb eigenlijk ook voor paardrijden, maar dat is zo. Nou, dat hoeft niet echt helemaal. Aan deze kant doet hij het wel. Maar met deze doet hij ietsjes minder. Maar ja, ik heb hier de cap. De helm bedoel ik. Ja, ik ga daar een beetje over vertellen. Want mijn opa, als je dit ziet, bedankt. Maar ik denk dat hij wel wat groter moet, het gat. Maar in ieder geval, bedankt. Dus in ieder geval, als je het kunt zien, zit hier een gat in. En het past redelijk om de rechtse. Ik ben er best wel blij mee, want misschien gaan we ooit weer skiën of zo. Of schaatsen. Ja, dat hoef je niet. Maar in ieder geval, als je nog jong bent, kun je ook wel een helm dragen als je gaat skiën of rolskaats of zo. En dan is het best lastig om je oortjes in te kunnen houden. Dus ja, mijn opa wij hadden de spullen niet van, maar als je zelf iets van zo'n gatboor of een dingetje hebt, dan kun je gewoon cap helm bestellen en dan kun je hier zo'n gat in maken. Moet je natuurlijk wel meten en passen. De goede maat en zo. Dus ja, ik zou dit zeker aanraden. Ik denk dat hij wel bij mij nog wat ietsjes groter moet. Want hij blijft nog wel piepen. Dus ik zou het wel zeker aanraden. Het is bij zwemmen of zo, dan hoeft het niet per se. Als je oortjes moet wel uitdoen. Maar ooit hoop ik dat er een soort van die, net zoals niet zonder bril, maar heel soort dingen. Ik kwam even niet op het woord. Maar als je dit dan zoiets maakt, dat je dan gewoon zo hip. En dan kun je gewoon zwemmen door iedereen. En dan is het wel makkelijker. Dus ik zou het zeker aanraden. En als je de volgende video nog niet hebt gezien, dan moet je het zeker zien. Want dat is best wel belangrijk, want dit is eigenlijk een soort deel 2. Maar maar ik zou het zeker aanraden. Zo'n helm of wat dan ook. Als je bijvoorbeeld gaat crossen of zo, dan is het wel handig als je iets van een helm, cap of wat dan ook hebt. En dan kun je daar dan aan één kant of aan allebei de kanten kun je dan goed kijken. Want deze is dus lager dan die. Dus dokters, goed opletten. Dat wilde ik gewoon een beetje vertellen. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Je kunt dus gewoon ergens zo'n cap bestellen. En dan ga je natuurlijk wel binnen. En dan kun je, of als je iemand kent die iets van een boor heeft of iets. Dan kun je dan gewoon een gat maken. Misschien is het wel meten en zo. En want hier hadden we nog niks gedaan aan de andere kant. Dus misschien ooit. Maar deze moet ietsjes groter. En dan moet je natuurlijk met een soort vijl moet je dan even wat zachter maken. En dan past die wel. En ik heb ook mijn paardrijcap. En die hadden we niet echt hoeven boren of zoiets. Maar wel een stukje van dat leren dingetje of zo. Of van zo'n zachte stof moesten we een beetje afknippen. En toen echt topping. En zeker weten als jij ook een baar hebt of zoiets. Dus als je iets van een baar hebt of zo.
En laat het zo in de reacties weten. Want dat is wel, ja, ben ik natuurlijk niet, ik ben altijd niet de enige, maar, hè. Dus, ja. Het is kort, maar krachtig. En ik dank nog uitleggen, dus. En dan kan ik dadelijk lekker nog genieten van de natuur. En volgende week ga ik, morgen of zo ga ik nog bedenken wat ik dan voor volgende week zaterdag ga maken. Want hij komt zaterdag ook online. Dan hoef ik dan morgen niet te doen. Want ja, nu kun je toch niks doen. En ja, dan zit je op de telefoon en zo. Dus dan, ja. Maar ik zou dat zeker aanraden. Want ja, best wel veel mensen willen skiën. Dus ja, daar heb je natuurlijk een cap voor nodig. Of een helm of wat dan ook. Of iets beschermends. En ja, sommige mensen kennen dat dan niet. Want dan gaan ze piepen. En naar een skiles, dus een kleintje. Maar toen ging deze helm heel te piepen. Maar gelukkig was het een beetje de laatste stapjes. Maar ja, het is wel vervelend. Dus dan wil je luisteren, maar dan blijft het op dat ja, het gepiept. Ik kan het niet laten horen, want ja, ik denk dat jullie het wel weten. Maar ja, het is wel best wel vervelend. Dus ik zal deze echt aanraden. Ja. En ja, dit was een beetje zo'n tipsachtig vraag. Ja, gewoon een beetje vertellen. Ik ben nog niet zo heel goed, dus. Ja, doe een blauw duimpje omhoog en abonneer hieronder. En ja, dan zie ik jullie tot de volgende week zaterdag. En ja, dan komt er weer iets nieuws. Ik weet nog niet wat, maar dat komt nog goed. Dus dan zie ik jullie weer de volgende keer.